Dit is een video van de digitale stad Nieuwegein. Pen.nl. Impressie van Vreeswijk Volvaart. 2 dagen voor de officiële opening. In Jutphaas zijn inmiddels de eerste boten aangekomen. De schipper van de Jacoba. Zeker. Hallo. Zou je iets meer willen vertellen over de boot? Dat wil ik graag doen hoor. De Jacoba is een zogenaamde waalschokker, zoals dat heet. En de waalschokker is een scheepstype wat altijd gevist heeft op de rivieren, met name de Maas, de Rijn. En die werden eigenlijk in de zomer werden ze de rivier opgesleept helemaal tot in Duitsland. En konden toen de tijd ook helemaal niet, er zat geen zeil op, ze konden niet zeilen, er zat geen motor in, dus ze werden de rivier. Welk jaar is deze boot? Deze romp is van 1926 en hij is gebouwd bij Jansen in Druten in 1926. Helemaal nog boot straks ook te bezichtigen tijdens de Vreeswijk Volvaardagen. Als ze belangstelling hebben, dan kan dat prima, maar hij is natuurlijk van binnen helemaal ingericht voor bewoning inmiddels, dus in die zin kun je dan niet meer zien hoe de vissers vroeger hier onder het voorrek in wezen hun verblijf hadden. Maar als mensen zijn naar de binnen willen komen kijken, dan laten we dat graag nog wel even zien. Ja. Ook in Vreeswijk zijn nu al diverse prachtige oude schepen te zien. In het weekend kun je hier maar liefst 120 schepen bekijken. Een echte topattractie dus. Thank you.
Dit is een video van de digitale stad Nieuwegein. Pen.nl